de opkomst bij de gemeenteriedsverkiezings ontnota is minder dan 10%. Dat is leger als trije in Verlien. Van de morgen om 11:00 gingen de stembureaus iepen, liggen hier in Sint-Niek. Goed een tredde pad van de Friese mei stemmen. Dat geldt voor de inwoners van de gemeenten Ljouwert, het Jereveen, Boasterhim en de nieuwe gemeente de Friese Marren. Dit ontstaat uit de fusie van Gaasterloon-Sleert, Lemsterloon en Skarsterloon. De bregen over het PM-kanaal bij Koortsertillen mag net meer broekt worden door zwier verkeer. De fundering van de bregen is stikken gien doet de 2 weken verlien een tankertje in de bregen ongeveer. Het verbod van zwier verkeer hield aan de eind van dit jaar. Auto's mogen er nog wel oorheen. De skipveert had er wel last van, want de bregen ken ik net meer omheeg. Een green monument aan de stekken van de oorbaande gebouwen aan de kelders in Ljouwert. Het is een initiatief van 2 Ljouwerters om stil te staan bij de bron. Voorbijgangers werd vregen om ik een flessen met blommen aan het monument te hingen of om de plantjes wetter uit de stedgreif te jan. Eerst droeg joen, maar in de nacht begint het te rijnen. De temperatuur leidt om de 5 graden hinnen. Morgen ik rijn, een hudde westen- en noordwestenwien. Het wordt 9 graden.